Co21 heeft gevraagd om een hertelling. Waarom? Het blijkt, of in ieder geval, wij hebben gisteren gekeken naar de getalletjes. En toen bleek dat er een verschil was tussen de restzetel die wij hebben gekregen en de VVD van 2 stemmen. Er zijn ruim 19.000 stemmen uitgebracht en dan is er een verschil van 2. Daar hebben wij naar gekeken. Daar hebben wij over gebeld om te kijken van hoe werkt dat nu. En toen hebben we vervolgens de VVD gebeld om te vragen of zij op de hoogte waren. En daarna hebben we alle andere partijen ook nog gesproken. Hebben wij bedacht dat in dit soort zaken, wij staan voor samen open dichtbij. En wij vinden het open en transparant op het moment dat je bij zo'n klein verschil, dat je zo'n klein verschil constateert, dat je dan gaat hertellen. Maar het gaat om een zetel voor Pro21 of voor de VVD? Het gaat om de zetel die wij op dit moment hebben. En dat is een restzetel. Een hertelling. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, dat kan op verschillende manieren een hertelling. Maar als ik het even relateer aan de situatie zoals die in Nijkerk op dit moment is, dan is het zo dat we alle stemmen gaan hertellen. En waarom gaan we dat doen, die hertelling? Omdat blijkt dat bij de verdeling van restzetels, dat zijn zetels die je overhoudt nadat zeg maar, de volle zetels aan iedereen zijn toebedeeld, er een heel klein verschil is tussen pro en tussen de VVD. En dat betekent dat 1 stemverschil al zeg maar, kan opleveren dat de zetelverdeling anders wordt. Als we het hebben over de manier waarop we dat gaan doen. Formeel is het zo dat maandag hier het hoofdstembureau bij elkaar komt. Die moet kijken naar de verkiezingsuitslag. En die kan op grond van deze gegevens ook besluiten. En ik merk ook dat de politieke wil aanwezig is om te zeggen wij gaan tot hertellingen over. Nou, dan gaan we, als dat besluit door het hoofdstembureau zo is genomen, dan gaan we hier aan de slag en dan zullen alle stemmen die zijn uitgebracht opnieuw worden geteld. En dat gebeurt dan op lijstniveau gebeurt dat. En we hopen dat we daarmee maandagmiddag aan de slag kunnen gaan en dat we hopelijk dinsdag aan het einde van de dag daar zeg maar, de goede nieuwe uitslag hebben. Nou, kijken we van, zijn er nou grote fouten gemaakt? Nee, die zijn er helemaal niet gemaakt. Het proces is echt heel goed verlopen hier in het Nijkerkse. Alleen ja, bij een zo klein verschil, waarbij 1 of 2 stemmen echt een verschil kunnen maken, wil je in het kader van de zorgvuldigheid het zeker weten. En daarmee breng je ook tot uitdrukking eigenlijk dat elke stem telt. Ja, nu is het tegelijkertijd zo dat Pro21 heeft dat aangezwengeld. Die zouden een zetel kunnen verliezen, want die gaat dan naar de VVD als die hertelling, als daar 1 of 2 foutjes in zouden zitten. Vindt u dat erg nobel van Pro21? Ja, dat is heel erg nobel. Dat hebben alle politieke partijen hebben dat ook uitgesproken. Maar in het kader van transparantie, openheid, goed gevoel erbij hebben, heeft Pro gezegd, dat willen we graag op deze manier aankaarten. Nou, en dat is denk ik ook heel goed dat het op die manier gebeurd is. Of het dan echt zeg maar, ook dat verschil oplevert en of het echt het verschil tussen VVD en Pro zal opleveren, dat moet die hertelling bewijzen. Ik hoop dat het natuurlijk blijft zoals het is. En dat hoop ik ook omdat daarmee de procedures goed zouden zijn geweest.